Meer info op samengaanbegroener.be of in je gemeentehuis. Ook buiten de diensturen moeten agenten zich houden aan gedragsregels. Maar op de sociale media loopt het daar alles mis. Racistische uitlatingen van agenten op Facebook zorgden in juni nog voor verontwaardigde reacties. En het filmpje van het hardhandige optreden van de politie in een café vorige week lokte opnieuw ongepaste commentaren uit. En dus komen er richtlijnen voor het gebruik van sociale media. Facebook is inderdaad vooral iets dat je gebruikt als, als privépersoon. Nu is de scheidslijn tussen uh, privépersoon voor politiemensen en je job is eigenlijk zeer dun. Um, je bent eigenlijk altijd politieman of vrouw uh, en je moet je ook altijd in die zin gedragen. Elke Antwerpse agent kreeg gisteren al een mail van de korpschef met daarin de basisregels. Eens alle richtlijnen klaar zijn, zal er gecontroleerd worden op de naleving ervan. Een heksenjacht gaan we daar ook niet van maken. Uh, alleen hebben we nu niks om mensen mee op de vingers te tikken. Alleen wanneer het rechtwettelijk iets niet in orde is, uh, kan daar tegen opgetreden worden. Nu gaan we voor iedereen om te beginnen duidelijk maken wat kan en wat niet kan, zodat ze het ook al weten. En diegenen die dan toch nog uh, flagrant uh, een fout maken, kunnen er dan wel op worden gewezen en kunnen op de vingers worden getikt. De leidinggevenden binnen het korps zullen binnenkort nog een opleiding krijgen om te leren omgaan met racisme op de werkvloer.